Hoi, ik ben Marilène de Zeeuw, ben klinisch psycholoog, gedragstherapeut, instrumenteel specialist. Dit is mijn column en die heet Moeite met afscheid nemen. Ik kan er wat van, gesprekken laten uitlopen. Dat weet mijn privé ook. En die rekent er vaak al op dat mijn werkdag iets langer doorloopt dan 5 uur die ervoor staat. Ik laat trajecten met gezin soms langer lopen. Zo ken ik nog wat collega's om me heen die met mij deze kwetsbaarheid of deze zwakke plek ook hebben. Veel verantwoordelijkheid naar je toe trekken. Mensen vissen geven of adviezen geven in plaats van hengels. Je eigen gespreksagenda voorop stellen. Voldoende afstemmen wat gezinnen zelf bij je willen halen. Op het moment zelf lijkt het heel logisch om zo te willen helpen. En het lijkt ook minder slecht dan stoppen. Dat lijkt ook vervelend. Maar de nadelen van deze gewoonte, die kennen een enorme spin-off. Daar wil ik in deze column verder met jullie over nadenken. Want feitelijk is moeite met afscheid nemen, is vermijdingsgedrag. Maar waar gaat het nou eigenlijk om? Ik ga graag te raden bij Hello, belangrijke groepstherapeut, existentieel therapeut, die eigenlijk zegt dat moeite met afscheid nemen gaat over moeite met aanvaarden, dat overal een einde aan komt. Aan gesprekken, aan trajecten, aan kindertijd en ja, ook het hele leven. En hij zegt dan ook, gebruik je leven goed. Zorg voor een geleefd leven. Zorg voor een leven met waarde. En dat maakt dan niet uit over welke tijdseenheid het gaat. Een gesprek, de kindertijd, een traject, je hele leven. Kun je tevreden terugkijken? Wat staat er op je grafsteen? Of op de rand van het bed met een kind wat je in slaap helpt. Waarin je spreekt over, was het een waardevolle dag? Of bij de kleintjes, wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Heb je nog iets geleerd? Ja, dan maak je hem ietsje kleiner. Maar het gaat uiteindelijk over hetzelfde idee. Was de dag van waarde? Ook als er vervelende dingen gebeurden. Hebben we er iets van kunnen leren? Was het goed zo? Kom daarom ook direct to the point in gesprekken. Want mensen zitten daar niet zomaar. Ga op die grote olifant in de kamer af. Zoek naar dat verborgen conflict onder het tapijt. Probeer met minder romslomp de agenda van het gezin op tafel te krijgen. Of het pijnlijke dilemma in de hulpvraag. Want het gaat feitelijk over keuzes. Die gezinnen verzuimen te maken, voor zich uitschuiven, niet goed helder hebben waar het om gaat. Daar kun je behulpzaam mee zijn. Het zijn hun keuzes. En hoe sneller, scherper je daarop afgaat, hoe waardevoller het gesprek. En hoe makkelijker je ook weer naar huis kunt sturen met de overtuiging dat het een goed gesprek was. Een gesprek met waarde. Grenzen trekken begint met regelmatig even contact maken met jezelf en met je lijf. Hoe zit het ervoor? Hoe voelt het? Ongemak, verveling, irritatie, slaperigheid. Het zijn allemaal manieren om informatie te verwerven. Ons lijf is een pruttelend en ratelend organisme wat dat prima kan aangeven. Kennelijk gebeurt er aan de overkant misschien ook niet zoveel. Zitten gezinnen misschien met jou mee in een vermijdingspatroon? Houden ze je al bijkletsend ook weg bij de dingen waar het feitelijk over moet gaan? Zijn ze ook een beetje ingeslapen en ook gewend aan de routine en de gewoontes die ze met je hebben? Tijd is om dat aan de orde te stellen. Wordt er nog wel goed gebruik gemaakt van de gezamenlijke tijd? Kortom, het is fijn om je op te trekken aan mensen om je heen op het moment dat je de kwaliteiten zelf van grenzen trekken en leiding nemen gewoon wat minder in huis hebt, zoals ik. Ik heb een aantal talenten om me heen die goed leiding nemen, die goed structuur kunnen bieden. Dus ik let altijd op hoe zij de dingen aanpakken en doen. Ik ben mild voor mezelf als het gaat om deze eigenschap. Die zal ik met me meeschouwen tot mijn pensioen. Daar twijfel ik niet aan. Wellicht dat het daarna minder relevant wordt. Ik probeer op deze manier goed genoeg hulpverlener te zijn. Me bewust van deze eigenschap en deze kant. Dat betekent dat ik ook heus zelfvertrouwen heb en dat gun ik jou ook. Maar ook gezonde zelfkritiek heb en dat ik weet dat dit echt mijn leerpunt blijft. Het afscheid of stoppen zelf is pijnlijk. En dat hoort erbij en dat mag erbij horen. Daar verandert ook niet zoveel aan. De gevoelens van verdriet en van heimwee die erbij horen, die mogen er ook zijn. Maar het idee dat overal een einde aan zit, is feitelijk een opluchting. Stel je toch voor dat je overal eindeloos mee door moest gaan. Met gesprekken, met gezinnen, met trajecten, met het leven. Daar heeft Simone de Beauvoir trouwens ook heel tof over geschreven. Het zou een droeve bende worden. Dus laten we daarom creatief gebruik maken van de tijd die ons gegeven is. Laten we daarom houden van het bitterzoete einde en de reflectie die het ons oplevert over de waarde van onze hulp.